Ik had het plan om af te wachten weer en dan in het einde toe te slaan. Nou, vanochtend een uurtje of 11 bus ingestapt. Mooi ritje van 20 minuten naar de ijsbaan. Ja, daarna eigenlijk rustig voorbereid op de wedstrijd. Heerlijk. Al 9,5 uur. Nee. Ja. Gewoon twee keer zoveel als 3 dagen geleden. Nee, het was minder. Ik heb wel net zoveel jaren. Dat is heel veel, hoor. Lekker uurtje gewarmd op, een beetje gegeten op de baan. Basis is RVB al. Spoedkussens. 8 weken in het ziekenhuis. Dan ben je hoog, hoor. En ja, toen konden we al inrijden op het ijs. En ja, dan een half uurtje later begint het echte werk. Eerst met de halve finale 1500 meter. Die liep goed. Mooi afgewacht van achter en met 3 rondjes gaan kon ik mooi naar voren schuiven en als tweede over de streep komen. Dus door naar de finale. En dan, dan gaat de dag eigenlijk best snel, want de finale die is kort op de halve finale. Dus 20, 25 minuten later moet je dan weer aantreden voor de finale. Jeroen en ik bespreken de race met z'n tweeën, wie de tegenstanders zijn en wat we daarvan kunnen verwachten. En dan maken we daar een plan op en ook een beetje aan hoe ik me die dag voel. Kijk, als ik heel fit voel, dan ga ik me waarschijnlijk mengen in het gevecht vooraan in een rit. En voel ik me niet helemaal 100%, of heb ik het vertrouwen niet, ja, dan begin ik van achter. En probeer ik op die manier het hoogst haalbare te halen. Helaas viel de Italiaan met 6 minuten te gaan en daar werd ik wel behoorlijk door gehinderd. Medetje of 10 achter de groep aan kwam ik te liggen en ik kon het gat binnen 3 rondjes wel dichten en meteen nog een plekje opschuiven. Maar die inspanning kostte zoveel energie dat het lastig werd om echt te vechten voor de medailles. Uiteindelijk kom ik als 4e over de streep en ik denk dat ik daar van nu tevreden mee moet zijn. Helaas kon ik de 500 meter niet meedoen door een penalty van de dag ervoor. Dus even een paar uurtjes rusten en toen konden we knallen met de relay. Met z'n vieren. En dat ging gewoon goed. Gedaan wat er van ons gevraagd werd, met 12 rondjes te gaan, koppositie pakken en naar huis rijden. Lekker grappie. Lekker man. Ging niet aan. Vind ik mooi hoor. We starten mooi in tweede positie. Rustig aangenaam werden we ingehaald door Frankrijk. Daar hebben we denk ik 2-3 shifts achter gezeten. Toen komen we netjes terug naar 2 en met 12 rondjes te gaan. Canadezen ingehaald en het afgemaakt zoals het worden. Dus precies zoals plan.